Welkom iedereen, weer een nieuwe aflevering van Astral Chain. Vandaag Zone 30, Mazon Forest en de onderzoekssegment. Jullie weten hoe de game werkt. Je hebt één stuk gehad in het kantoor. Dan begin je met je onderzoek en dan heb je de fights. Vandaag is het voornamelijk het onderzoekgedeelte. En hoe die kat het heeft kunnen overleven zo dicht onder het harnas? Goede vraag, ik heb geen idee. Ja, ik herhaal even wat Joseph zei de vorige aflevering. Ja, jij bent nog de enige met de Legionis, dus iedereen support jou. Wat moeten wij doen? Alleen nog detective werk. Gelukkig hoeven wij niet al het papierwerk te doen, dat is voor andere scrubs. Maar ja, wij moeten wel alles gaan opschrijven, alles onderzoeken en alles, nou ja, uitvogelen. Het enige wat wij nu hoeven te doen is de administratie die erbij hoort. Ja, er is een portal drone. Nou, kan hier mooi hangen. Ja, ik zou bijna zeggen, is dat een politieagent of is dat gewoon Neuron? Want je zou denken dat iedereen van Neuron dit weet, dus ja. Ja, ik was weer achterlijk. Het is veel makkelijker. Huppakee. Het is zo'n slechte animatie. Joink. Beetje hetzelfde als wanneer je een enemy probeert te one-shotten. Diezelfde animatie is het. Alleen het is niet gebouwd op dat stuk. Dat hij een drone moet pakken. Dus ja. Oké. En ja, daar zit een verhaal achter. Maar ja. Een blast hole. Ja, wij denken dat de battle drone of post drone weggehaald is door middel van een, nee, iets. Ik had er misschien gekomen dat dat gigantische gat wat erin zit. Oh ja, hebben we niet gezien. Soms denk je ook gewoon dat de games gewoon de pis met je aan het nemen zijn. En het is niet erg, maar ja, neem ze gewoon gigantisch de pis met je. Nou, je kan wachten dat mensen vermist zijn. Waarvan ik weer denk van, het is een ark. En ik heb gezien hoe deze plek eruit ziet. Als jij niet verdwaalt, verdwalen anderen wel. En je zou kunnen zeggen, oké, maar dat is toch heel raar. Ja, het is ook heel raar, maar ja, deze plek is ook heel raar. Nou, en nu komen we ook achter dat er een bepaalde karakter heet, die heet Parnassus. Ik weet niet of een karakter in de geschiedenis Parnassus heet. Maar ja, sus is vaak Grieks, dus hey, wie weet. En dat is het mooiste, je hebt oneindige kennis tot jouw beschikking. Dus dan kan je gewoon gaan kijken van, hey, is er een karakter geweest die heette Parnassus? Waarschijnlijk wel, want meer dan van een tijd, mensen verzinnen toch geen nieuwe namen. Parnassus. Parnassus is een bergmassa, ofwel Parnassus. In de landstreek Fokida. Jezus, wat heeft Griekenland veel provincies. Ja, het is een beetje in het zuiden van, nou ja, ik wil zeggen het eerste van het vasteland, net voordat ze naar het Schiereiland gaat. En het was het huis van de muzen, dus daarom werd het ook gezien als kunst. Dus ja. Een hole in its chest. Nee. Het was een hollow. We zitten in Bleach. Echt. Nou. Even kijken. Kunnen wij goed jumpen? Dat kunnen wij niet. Hoppakee. Jullie zagen niks. Ik heb al gezegd. Jumpen in deze game? Nee. Deze game is niet gebouwd voor platforming. Totaal niet. Ja. 1, 2, 3. Hoppakee. Want jij moet een ongestoord stukje platform hebben. Ook
als je ergens aan vast kan blijven haken, dan stoot je gewoon al ten adem. Gelukkig is er geen fall damage. Dat had er nog bij moeten komen. En hier zie je dat Fendi gewoon afhankelijk is van de RA. Hier is Fendi niet blij. In het kantoor is die wel blij. Het zijn een beetje de personality cubes van Portal dit. Alleen ja, de personality cubes van Portal waren nog een beetje te meme. Dit is niet echt te meme. Ondertussen hebben we hier alles wel zo'n beetje gehad. En nu zie je ook gewoon wat die blue case voornamelijk uitmaken. Je gaat gewoon rondkijken. En dit is eigenlijk het enige stuk waar je hem hier te zien krijgt. Want voorheen, hierna heb je voor mij 1 à 2 gebieden nog. En voor de rest zijn het exact dezelfde gebieden iedere keer. Nee, voor mij zijn het 3 gebieden. Ja, het is rood, dus het moet belangrijk zijn. Oké. Hey, kijk, een stuk draad. Nou. Dat is zo mooi als je de game... gewoon eigenlijk al volgen. Maar ja. Dit heeft te maken met een nieuwe ability van de Sword Legion. Iedere Legion heeft een extra ability wanneer je hem zo meteen unlockt. Die van de Sword is dat jij draden kan kapot snijden. En die draden kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld, I don't know, signalen of puzzels kapot te maken. Ja. Hoppakee. Nou. Kan de solidje weer doorgaan. Want ja, je krijgt hier uiteindelijk je punten voor. En je hebt het wel nodig. En. Nou, common material coach. Nou, kan van pas komen, want we willen toch de solidje aardig snel upgraden. Waar de fuck is die? Ik wil net zeggen. Soms raak je gewoon de legion kwijt. Oh, hij is kapot. Waar jammer nou. Oké. Dit zijn van die puzzels waar ik niet heel goed in ben. Want hier werkt het als volgt. Alle 5 kinderen vertellen zometeen iets. Sommigen liegen, sommigen spreken de waarheid. En dan moet jij gaan uitvogelen wie is de jongste. Het is een interessant iets, maar ja... Ja, nou. The fifth product tells the truth. And we lied and we fought for before. Both the first and second product tell the truth. I'm the fabulous truth. I'm absolutely lying. And number 5, I tell the truth. The truth. Nou, je kan het helemaal gaan uitvogelen. Alleen, je kan ook makkelijk zijn en gewoon gaan scannen. Oké, wat is hun leeftijd? Wie is de jongste? Want uiteindelijk één persoon vertelt alleen maar de waarheid. Dus je mag gaan uitvogelen. Dat is nummer 4. Nou, klaar. Het is een hologram, maar het is ook een deur. Het is een deurhologram. Maar aan de andere kant is het ook nog steeds een deur. Nou, hier kunnen wij nog, ja, gewoon onderdoor kruipen. Hey, een chest. En kunnen we die kapot maken? Nee. Zulke dingen kan je doen tot je in ons weegt, maar ja. Bereik je niet zoveel voor mij. Ja, prima. Volgende quiz. Who's the biggest brother? Ja, we gaan wel door elkaar lopen terwijl ik kan scannen voor jullie leeftijd. Zo oneerlijk.
Net een shadow clone techniek dit. Alleen, ja, het is een beetje vals dat ik gewoon kan kijken. Alleen, ja, Akira flipt hem een beetje. Zo, nou jongens, jullie staan allemaal weer goed voor elkaar. Dus ja, daar was hem alweer. Nou, wat hebben we nu weer gekregen? Common, medium. Oeh, Coalburst. Nice. En daarachter staat onze laatste character die we nog moeten unlocken. En dan hebben we alle locals gehad. Hey, come back here. Ja, dit is gewoon wat ik niet snap. Laat. Als je werkt als een graffiti artist, probeer gewoon ook ethisch te zijn en gewoon dat je het ook gewoon mag doen. Het is een beetje onzinnig als jij het doet en hoopt niet gepakt te worden. Maar ja, dat zie je met heel veel plekken. Dan denken ze dat ze niet gepakt gaan worden en alsnog. Het Red Ghost. Oké. Okay. Dus we hebben een hologram, een rode geest. Wat een gedoe allemaal. En een rode deur. Die mogelijk een hologram is, maar ook weer niet. Dus ja. Lekker duidelijk weer dit. Wel, wat ik nog steeds wel een mooi effect vind, is dat wanneer de Legion achter je aanloopt, dat hij ook gewoon... Nou ja, omdat de Legion eigenlijk niet bestaat in deze dimensie, en alleen maar hier naartoe kan krijgen, breekt hij een beetje de grond op. En ik weet niet, ik vind dat effect wel geinig. Nou, we hebben bijna onze hele ronde gehad. En dan zie je ook gewoon dat sommige models gewoon gejat zijn. Of gekopieerd voor anderen. Want die shopkeeper ziet er gewoon uit als Akira. De Katman. Oké. Okay. Oké, okay, er is dus een Katman. Je zou bijna denken dat al deze mensen gestoord zijn, dus ja. Maar ja, wat denk je ook? Als je tegen altijd grijs aankijkt, dan word je volgens mij ook gek. Hier kunnen we niet langs, daar kunnen we niet langs. Oké. Okay. Ja, soms ben je heel blij met de Iris op deze punten. Want de Iris kan je soms toch echt wel helpen om... onderscheid te maken van, oké, wat is interactable en wat is niet interactable. Oké, dus de geest heeft geen benen. Okay, we've learned about all we can. Ja, nou, je hebt alles verzameld en nu kan je ondervraagd worden door Akira, die letterlijk dezelfde informatie heeft als jou, maar alsnog het leuk vindt, weet je wat, pap is dood, ik wil de leider zijn. Oké, okay. Prima Akira. Jij met de baas. These cases have in common is an almost total lack of evidence. The most recent victim disappeared last night. That's all we know for sure. Let's put together what the witnesses told us and see where it leads. People around here say they started seeing something strange near the time the disappearances. Nou, even kijken. En nu heb je ook gewoon veel meer. In de echt eerste chapter dat ding gebeurde. En hebben we ook deze formule gekregen. Stel het niet zo heel veel voor, dat je misschien 4 of 5 punten, maar ja, soms na een verloop van tijd krijg je gewoon een gigantische lijst. Nee, er is ook een rode deur. Opnieuw, je krijgt hier een kut voor. Als je hier nog material code voor had kunnen krijgen, was het nog mooi geweest, dus ja. All the talk of ghosts sounds silly, but I
Ja, dat is ook weer waar. Dat is ook weer waar. Chimera's zijn eigenlijk pas te geloven wanneer je ze hebt gezien. En zolang je ze niet ziet, dan geloof je er ook niet in. Nou, duurt even, maar we hebben mooi ons ding klaar. En we hebben een material code. En dat is altijd mooi. Want fuck it, material code kom je altijd tekort voor. Nou, even kijken, waar kunnen we nou nog langs? En het duurt even, maar ik heb eindelijk de weg gevonden. Ik ben echt niet zo van, van die kleine steegjes. Nooit geweest en zal ik waarschijnlijk nooit zijn. Want, ja, ik weet niet, ik vind... Ik heb niks met grote steden en hele hoge... hele hoge flatgebouwen. Je ziet niks. Je kijkt alleen maar tegen grijs en gesteend aan. Wat ik dan wel weer geinig vind zijn pleinen wat omringd zijn door gebouwen of door bomen. Dat vind ik dan wel weer geinig. Ik ben heel raar, ik weet het. Ik weet het. Nou, dan weten we genoeg. En het mooiste is ook, dit blijft. Als het een chimera is die story relevant is, dan blijft die. Als onze chimera is, nee, die laat geen spoor achter. Want dat, als ze telkens zouden moeten onthouden dat die dingen er zijn, oh, dat tikt nog wel eens een keer aan. Dat tikt echt nog wel aan. Nou, ondertussen zien we hier gewoon mensen die ziek zijn. En volgen we langzaam een keer het spoor voor de rode chimera. Alleen ja, het spoor loopt een beetje door. En nu wordt gewoon uitvogelen van, hey, hoe open deze deur? Nou ja, daarvoor hebben wij dus de Sword Legion. Hak, en het vel is weg. Nou, klaar. Oké, een vrouw schild. Dat is niet echt uniek. Laten we heel eerlijk zijn. Nou, klaar. Oké, zwaartje. Hou je even wat dingen hierop. Ja, het kan niet gedaan zijn door normale kinderen. Ja, welke chimera weten wij van die energy shots kan doen? Ik heb werkelijk waar geen idee. Ja, ik weet niet. Dit had een mooie verrassing geweest als ze niet hadden verteld dat de legions, dat je alle legions kon controleren. In de trailers. Net zoals in Xenoblade Chronicles 2. Laat ze direct een karakter zien. In de trailers. En in de game laat ze een andere karakter daarvan zien. Of een andere fase van die karakter. En dan weet je ook gewoon van. Oh jezus. Ze hebben gewoon de dev van dat karakter gespoiled. Ja, Fendi. Zijn hem goed. Nou, iedereen even van Blue Shift restoren waarom de Zwaard Legion de enige is. Ik heb nog steeds geen idee. Hé, eindelijk wat licht. We kunnen eindelijk weer wat zien wat hier gebeurt. Nou, we kunnen geen mensen vastbinden die geen nut hebben, wat weer jammer is. Had ik wel geinig gevonden. En kijk, een ladder. Alleen ja, hoe komen we bij die ladder? Als je de Legion ook nog in de lucht kon sturen, ook echt fatsoenlijk in de lucht,
Dan was het gewoon echt. Gewoon in de lucht combo's flikkeren. Weet niet, was wel geinig geweest. Ik weet niet, ik vind het hartstikke gaaf als mensen dat doen. Dus echt op het einde van zo'n kapotte brug gewoon zitten. En dat je echt niks onder je hebt. Ook à la Kingdom Hearts 2, Twilight Town, Clock Tower. Aan de andere kant wil ik zulke dingen ook gewoon soms gewoon niet doen. Omdat ik ook gewoon weet, als ik erop ga zitten, gaat er iets gebeuren. En dan stort het ding in of dan stort ik ten aarde. Dus dat doen we mooi niet. Oké, Akira, ga jij maar eerst. Breek even de boel nog. Maar ja, Akira laat wel zien, het fitnessprogramma voor de politie werkt aardig goed. Alleen ja, had ons maar gewoon eerder laten gaan, dan hadden wij het iets beter kunnen doen en niet de boel gesloopt. Want Akira, dit is allemaal spul van de gemeente, hè? Dus doe eens rustig. Nou, daar kunnen we toch niet langs, dus... Nou, omhoog. Nou, wat mooie material code. En moet je nagaan, clean-up is 16%. En we hebben de blue cases hebben we allemaal gehad. Ja, mooie drill. Nieuwe drill dus. Oké. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik zie je de volgende keer weer in de gate. Tot later.